Hoi Schorpioen, welkom bij jullie horoscoop voor de komende tijd. Ik ga kijken naar je algehele energie. En daaromheen leg ik je verleden, heden, toekomst neer. Om te kijken waar je vandaan komt, waar je nu staat en waar je mogelijk naartoe zou kunnen gaan. Als je de adviezen, inzichten en inspiratie opvolgt van het heden, dan kan je mogelijke nabije toekomst ook werkelijkheid worden. Als eerste iedereen bedankt voor het abonneren op dit kanaal. Dankjewel voor je donaties via overschrijving, PayPal of het bedankkaartje. Sorry, ik merk dat ik al heel erg afgeleid ben en dat er heel veel vrijkomt binnen in mezelf voor jullie. Dus ja, wat wou ik zeggen? Als je het leuk vindt om deze video's te blijven volgen. Dan kan je abonneren. Dan ga maar snel kijken naar je reading, want ik heb het gevoel dat er wat uit wil komen. Voor meer informatie, klik dan op de titel en dan kom je in de beschrijvingsbox terecht. Algehele energie voor de schorpioen de komende tijd. IV. Heel even kijken wat Ivy betekent hierin. Dit deck. En 45. Financiën. Als ik Ivy zie, dan denk ik altijd Poison Ivy. Financiën. Oh, een ace. Ivy. Een ace. Nou, ik moet meteen denken aan de aas van munten. You are amazing, never forget it. Nou, dat is wel wonderbaarlijk, hè? Heel wonderbaarlijk. Ja, je bent geweldig en vergeet dat niet. En het kan zijn dat je wat onzeker bent over jezelf, waardoor je dus misschien ja, je blokkeert op financiën. We gaan even kijken naar jouw recente verleden. Twee van zwaarden. De schildknaap van zwaarden. En de sjaman. Dat is de hoge priester. Twee zwaardekaarten. Dat betekent mentaal. Decisions en direction met de twee van zwaarden. Dus ja, ergens een keuze in maken. Welke richting. Maar vaak is het... Ik weet niet welke richting, ik zie het niet. Schildknaap van zwaarden is voor mij altijd de kaart van tegenwerking. Dus je werkt jezelf tegen in de keuze maken. En de shaman, dat is de spirituele leraar. Divine wisdom en spiritual power. Dus alle goddelijke wijsheid die zit in jou. Dus als jij een antwoord wil hebben over welke richting misschien, dan zal je naar binnen moeten keren en de vraag daar moeten stellen. Aan jezelf. Kijken wat voor antwoord daaruit komt. Maar ja, je bent jezelf een beetje in dat gebied aan het tegenwerken. Om het niet te doen. Even kijken naar jouw heden. De shaman is ook de spirituele. Sorry, niet. Nee, dat zei ik net al. Maar ik bedoel, gaat over verbindingen. En in dit geval de verbinding meer maken met jouzelf, met jouw ziel. Want die draagt de antwoorden. Koningin van Zwaarden. Nou, allemaal zwaardekaarten. En de koningin van Staven. Ja, dus je zit mentaal vast op financieel vlak. En. Hier staat perception and truth. De koningin van zwaarden, dat is ja, iemand die de waarheid kan zien. Heeft te maken met grenzen, maar heeft ook weer te maken met resoluut zijn. Maar in dit geval, ja, je mag ergens de waarheid van inzien. Op het vastzitten mentaal. De koningin van staven, dat is voor mij altijd de koningin van spirituele ontwikkeling.
Passion en creativity staat daarbij, passie en creativiteit. Wat de koningin van Staven dus ook is. Nou, je krijgt twee koninginnen. En dat heeft met de vrouwelijke energie te maken. Het kan zijn, hè, door het mentale, dat is weer het mannelijke. Dat je daarin dus vastloopt vanuit die mannelijke energie binnenin jouzelf op financieel vlak. Dan wordt er dus in het heden gevraagd van jou om wat meer vanuit de vrouwelijke energie te gaan handelen, te voelen, intuïtie te volgen. Maar wanneer we zoveel in ons hoofd zitten, dan heeft het onze intuïtie geen ruimte. Intuïtie zit verbonden met jouw derde oog. En dat is het hoofdgebied, is het mentale gebied. En daar blokkeer je vanuit de mannelijke energie. In je mogelijke nabije toekomst krijgen de vier van bekers, soul searching en re-evaluation. Dus innerlijke onderzoek is nodig en dingen herzien, nieuw perspectief krijgen op jezelf. Nou, hier de aas van zwaarden. Nog een aaskaart, of nog een zwaardekaart. Weer die mental clarity en foundation. Dat is je basis. Financiën staan verbonden met je basischakra. De 10 van munten, stabiliteit en attainment. Ik weet niet wat dat betekent, maar dat maakt niet uit. Ja, de 10 van munten, hè, die financiële overvloed, dat is misschien jouw wens om naar je toe te halen. Maar dan zal je dus even moeten kijken naar de blokkade op je, ik wil steeds zeggen aardechakra, maar het is je basischakra, vanuit de mannelijke energie. Want die heeft dus een blokkade. En vanuit jouw vrouwelijke energie, ja, je hebt je vrouwelijke energie nodig, zeg maar, richting die mannelijke energie. Dus laat die vrouwelijke energie binnenin jezelf een gesprek aangaan met die mannelijke energie binnenin jezelf over het financiële plaatje hier. Want daar zit dus een angst bij die mannelijke energie. Misschien het verlies van geld, of het niet genoeg krijgen van geld, het gebrek aan geld, wat het ook mogen zijn. Basischakra staat ook weer voor veiligheid, hè? Financiële veiligheid, zekerheid krijgen. Ja, en daar mag dus iets in veranderen. Je wilt financiële zekerheid voor jezelf hebben. Oké, de 2 van zwaarden. Wat mag ik daarop zien voor de schorpioen? Nog een keer de hierofant, de hoge priester. Dus die krijg je al 2 keer in jouw recente verleden. En daar moest duidelijk dus iets geleerd worden. Maar je hebt toch, ja, de kant gekozen, zeg maar, waarin je toch dieper mag helen. En dat is helemaal niet erg, dat is nodig. Want hoogstwaarschijnlijk zit deze blokkade dus ook gewoon heel diep voor jou. De schildknaap van Staven, dat is een nieuw begin starten. Nieuw avontuur bovenop de schildknaap van Zwaarden. Dus 2 schildknapen hier. Ja, dat is een kleine energie, jonge energie, lerende energie. En de 7 van munten. Ja, een energie van stagnatie, een energie van even stoppen. Het komt even niet vooruit. Dus het kan zijn dat je dus in dat recente verleden ook financieel gebrek hebt gezien, of dat geld niet stroomde, dat er minder binnenkwam dan dat er uitging. Problematiek in ieder geval op financiële zaken. Koningin van Zwaarden krijgt de 6 van bekers en de 10 van Zwaarden. 6 van bekers spreekt over het verleden. Het komt uit het verleden. Je moet een nieuw perspectief gaan leren krijgen op het verleden wat betreft financiën. En daar moet dus iets in afgesloten worden met de 10 van zwaarden. Dus er moet iets omhoog komen in het heden.
ik al zei, er moet heel veel losgelaten worden. Dus heel veel boeren. Werk. 8 van munten. Werk en financiën. Schorpioen. Daar is iets mee. Er zit een blokkade. En waardoor je passie en creativiteit ook niet kan stromen. Het heeft te maken ook met eigenwaarde. You are amazing. Never forget it. He, dat staat gekoppeld met elkaar. Eigenwaarde en de waarde van geld. Het zit in je basischakra. Daar zit een blokkade. Een flinke blokkade vanuit de mannelijke energie. En je hebt de vrouwelijke energie nodig om deze blokkade te gaan helen. Vier van bekers krijgt de koningin van zwaarden nog een keer. Er moet resoluut, lijkt wel, iets veranderen. Mag ik er nog een kaart op zien? Re-evaluation. Dus iets opnieuw bekijken. Op een diepere laag misschien. Misschien heb je het al wel bekeken. En weet je waar het vandaan komt. Maar mag je het meer op zielsniveau gaan bekijken. Vanuit die vrouwelijke energie dus. Vrouwelijke energie staat in verbinding met spiritualiteit. Mannelijke energie staat in verbinding met het aardse, mentale stukje. Chariot. Laten leiden, zeg maar, ja, vanuit spiritualiteit. Hè, dit is de spirituele koets. Dus je moet... Ja, die mannelijke energie... moet zich laten leiden door die vrouwelijke energie. Maar elke keer komt die mannelijke energie met een bepaalde angst naar boven. Van ik moet misschien harder werken om meer binnen te krijgen. Ik moet dit doen, ik moet dat doen, moet ik zus doen, moet ik zo doen. Terwijl die vrouwelijke energie eigenlijk meer rust nodig heeft. Of meer zelfvertrouwen nodig heeft. Het geloof gaat krijgen dat het universum ook voor... jou kan werken, dat niet alleen maar de werk vanuit jouw mannelijke energie hoeft te komen, maar dat de vrouwelijke energie ook durft te gaan ontvangen. En die mannelijke energie moet dit ook toelaten. Ja, die vrouwelijke energie moet zeggen, mannelijke energie, ga nou maar even je mond dicht houden, ga nou maar naar je kamertje toe en laat mij het nu maar even regelen. Ik heb het geloof en het vertrouwen in het universum en ik ga ontvangen. Zoiets. Aas van zwaarden, dus de helderheid krijgen. Ja, 3 van zwaarden. Mental clarity en foundation, ja. Er zit gewoon iets. Er zit nog een blokkade. Dit is dan de 3 van zwaarden, pijn en verdriet. Misschien ben je wat verloren op financieel gebied vroeger. Een nare ervaring die je misschien mee hebt gemaakt op financieel vlak. Wat altijd weer de boventoon voert, zeg maar, in nieuwe beslissingen die je wil maken. Of nieuwe veranderingen wil doorvoeren. Komt dat stuk elke keer weer tevoorschijn vanuit die mannelijke energie, vanuit die angst van... Ja, weet je nog toen? Als je die stap maakt, hè, doe maar liever niet. Dus er zitten oude ervaringen vanuit het verleden vast. En die mogen geherevalueerd worden. 10 van munten krijgt de 2 van staven. En dat is ook weer die richting. Je begint met de 2 van zwaarden en je eindigt met de 2 van staven. Ja, hopelijk zal je dus in die mogelijke nabije toekomst wel je weg beter gaan uitkiezen. Meer vanuit die vrouwelijke energie durven ontvangen. En dat die mannelijke energie wat vaker op zijn stoel gaat zitten en een hobby gaat uitvoeren. Maar goed, het gaat hier in zijn kern eigenlijk over eigenwaarde, schorpioen. Er is iets met jouw eigenwaarde. Ja, dat zegt die Ace-kaart. Waarde en eigenwaarde. Dit ligt in jouw algehele energie. Dus daar is iets mee. Wat vind jij jezelf waard? Kan je dat al zien van jezelf? En ga dat uitvoeren. Laat dat zien. Straal dat naar buiten. Erkennen van jezelf. Wat je wel kan. Wat je waard bent. Wat je hier komt doen. Noem het maar op. Wat is jouw eigen waarde?
En als je dat gaat ontdekken, zeg maar hier al in jouw heden, dan kan de creativiteit ook weer stromen. De passie weer stromen op werkgebied. En ja, dan zie ik dus in die mogelijke nabije toekomst dingen veranderen voor jou. Dan zou je dus financiële overvloed kunnen behalen. Maar ik zie nog wel in je mogelijke nabije toekomst dat je nog wel die soul searching gaat doen. Ja, dus hier kom je ergens tot de ontdekking en hier ga je een stukje dieper. Ja, en dan is misschien de weg vrij, zeg maar, om ook daadwerkelijk de financiële overvloed te behalen. Het zou kunnen, maar ja, de sleutel draag je natuurlijk altijd zelf. Het gaat om jouw eigenwaarde. En hoe meer eigenwaarde je hebt, hoe meer waarde buiten jezelf zal aantrekken op financieel vlak. Verdiep je in de basischakra, waar het allemaal voor staat. Wat jou triggert daarin en hoe je dat kan helen voor jezelf. Ik dank je voor het kijken. En wie weet zie ik je snel weer terug bij een volgende video. Doei doei!